Hoofdstuk 32. Verlamd door plankenkoorts stond Will vlak voor de massieve deuren van de grote ridderzaal. Het gebouw zelf was enorm. De zaal was het belangrijkste gedeelte van het kasteel. Hier werden alle regeringszaken van het leen afgewikkeld. Het plafond was zo hoog als de hemel. Uit ramen, ver boven je in de massieve muren, stroomde stralend licht naar binnen. Aan de andere kant van de zaal, het leek wel een kilometer verderop, zat de baron. In statiekostuum op een stoel als een echte troon. En tussen Will en de baron bevond zich een menigte mensen, zo groot als Will nog nooit had gezien. Halt gaf hem een zachte duw in de rug. Nou, schiet eens op. Er waren echt honderden mensen in de ridderzaal en allemaal keken ze naar Will. Alle ambachtsmeesters waren present in hun officiële toga. Alle ridders en hun dames allemaal in gala. Verderop in de zaal de soldaten, de andere leerlingen en de ambachtslieden uit het dorp. Hij zag een kleurige beweging ergens voor hem. Dat was Jenny, die ongedwongen als altijd naar hem zwaaide met haar sjaal. Alice, naast haar, gaf een discrete signaal. Ze blies hem stiekem een kus toe. Will voelde zich niet erg op zijn gemak. Hij wiebelde van het ene been op het andere. Hij wou dat hij het van Halt zijn jagersmantel aan had mogen trekken. Dan kon hij zich stilletjes uit de voeten maken. Weer gaf Halt hem een duw in de rug. Nou, naar voren lopen, siste hij. Will draaide zich naar hem om. Kun jij dan niet mee? Halt schudde van nee. Ik ben niet uitgenodigd. Jij wil. Schiet nou op. Weer duwde hij Will naar voren en strompelde toen, want hij had nog steeds last van zijn wond in zijn been, naar de dichtstbijzijnde stoel. Eindelijk begon Will, beseffen dat er geen andere mogelijkheid was aan de lange tocht naar voren. Overal om zich heen hoorde hij gemompel. Mensen zeiden hardop zijn naam, terwijl hij over het middenpad naar voren liep. En toen begon het applaus. Eerst klapte er een dame uit de hoek van de ridders. Meteen daarop begon de hele zaal wild te klappen en te juichen. Het was oorverdovend. Het was als donder. Het echoode alle kanten op, dat applaus. En het hield pas op toen hij voor de troon van de baron was aanbeland. Zoals Halt hem had opgedragen, viel Will op één knie neer en hij boog zijn hoofd. De baron stond op van zijn zetel en gebaarde de zaal tot stilte. De echo's van het applaus verstomden in de zijbeuken. Sta op, Will, zei hij zacht en stak zijn hand uit om de jongen overeind te helpen. Als in een roes gehoorzaamde de jongen. De baron legde een hand op zijn schouder en draaide hem om, zodat hij de zaal inkeek, naar de enorme menigte die zich daar verzameld had. Zijn zware stem reikte moeiteloos tot in de verste hoeken van de zaal. Dit, mensen, is Will, leerling van de grijzejager van het leen, van Halt. Beschouw hem en bewonder hem, u allen. Hij heeft zijn moed en trouw getoond, zijn inzet voor dit leen en voor het rijk van Areluen. Er klonk een bewonderend geroezemoes in de zaal, en toen begon het klappen weer, met nog meer gejuich dan zo net. Will beseft dat het juichen begonnen was in het deel van het publiek waar de leerlingen van de krijgsschool opgesteld stonden. Hij zag Arno's brede grijns. Hij was de aanvoerder van de applausmachine. De baron stak zijn hand weer op. Stilte. Je zag hem in één krimpen. De beweging deed hem pijn in zijn gebroken ribbenkast en de wonden in zijn rug die nu zorgvuldig gereinigd en gehecht waren. Het applaus en gejuich vielen langzaam stil. Will, zei de baron met zijn zware basstem die tot in de verste hoeken van de ridderzaal weer klonk. Jij hebt mij het leven gered. Daar kan ik je nooit genoeg voor bedanken. Maar wat ik wel kan is een wens vervullen die je ooit in mijn bijzijn geuit hebt. Will keek niet begrijpend omhoog. Een wens? Zei hij verwonderd. De baron knikte. Ik heb me ernstig vergist, Will. Jij vroeg me ooit of ik je wilde selecteren voor de krijgsschool. Jij wilde een van mijn ridders worden en ik heb dat verzoek toen afgewezen. Maar Will, als jij nog steeds graag zou willen, dan mag dat. Dan word je aangenomen als recruut. Dan mag je naar Heroderik als een van zijn leerlingen. Wills hart bonkte wild in zijn borstkas. Zijn hele leven had hij ervan gedroomd ridder te worden. Hij wist nog heel goed hoe teleurgesteld hij was toen hij op de uitverkiezingsdag door Roderick en de baron werden afgewezen. Heer Roderick kwam nu naar voren gestapt en de baron gewaarde hem te spreken. Heer, zei de krijgsmeester plechtig, ik was het die de jongen weigerde op te nemen in mijn school. Dat weet u best. Maar nu wil ik dat allen, hier aanwezig, beseffen wat een vergissing ik toen maakte. Ik, mijn ridderschaar en al mijn recruten,
We zijn het er allemaal over eens dat wij geen waardige collega's zouden kunnen vinden dan Will. Het applaus donderde weer door de zaal, nu vooral van de ridders en recruten. Er klonk een luid gesis van metaal door de zaal, toen zij alle hun zwaarden uit de scheden tevoorschijn trokken en die hoog boven hun hoofden tegen die van hun buurman sloegen. En ze riepen Wills naam, keer op keer. Arnoud was opnieuw degene die begon en als laatste ophield. Na verloop van tijd werd het weer rustig. De ridders staken hun zwaarden weer weg. Op een teken van baron Arald kwamen twee pages naar voren, een zwaard en een prachtig ingelegd schild meetorsend. Die legden ze aan Wills voeten. Op het schild stond de kop van een woest wild zwijn. Dit zal je wapen zijn, Will, als je afgestudeerd bent, zei de baron vriendelijk. Als herinnering aan die eerste keer dat wij kennis maakten met je moed en je trouw aan een kameraad. De jongen zakte weer op een knie en raakte voorzichtig het prachtige emaille aan op het schild. Hij trok voorzichtig het zwaard uit de schede. Het was echt een prachtig stuk vakmanschap van de beste smid. De kling was vlijmscherp en glansde blauw. Het gevest en de pareerstang waren ingelegd met echt goud en de zwijnenkop herhaalde zich in de knop. Het had een perfecte balans en het lag als een veertje in zijn hand. Dit zijn de wapens van een ridder, Will, zei de baron met grote nadruk, maar keer op keer heb je nu bewezen dat je ze waard bent. Zeg dat je ze wilt en ze zijn van jou. Will duwde het zwaard terug in de rijk versierde schede en stond op. Daar lag alles waar hij zijn hele leven naar verlangd had, maar toch. Hij dacht aan de lange dagen in het woud met Halt, hoeveel genot hij voelde, als zijn pijl precies daarin sloeg waar hij hem bedoeld had. Hij dacht aan de uren die hij had doorgebracht met het zoeken en determineren van dierensporen, hoe hij leerde om zich onzichtbaar te maken. Hij dacht aan Trek, hoe lief en trouw en dapper het paardje was. En hij dacht aan het intense plezier dat hij voelde als Halt eens een keer goed gedaan wil, zei. En ineens wist hij het. Hij keek op naar de baron en zei zonder enige aarzeling, ik ben een jager, heer. Er klonk een verbaasd gemompel in de zaal. De baron kwam een stap naar voren en zei zachtjes, weet je het zeker, Will? Sla dit aanbod niet af omdat je denkt dat Halt misschien beledigd of teleurgesteld is. We hebben het erover gehad en hij zei dat je zelf mocht kiezen. Hij accepteert je beslissing. Maar Will schudde zijn hoofd. Hij wist het nu zeker, zekerder dan net nog. Ik dank u hartelijk voor dit eervolle aanbod, heer. Hij keek naar de krijgsmeester en zag het zijn verbazing dat Roderick hem toelachte en bewonderend toeknikte. Ik dank de krijgsmeester en zijn ridderschaar voor hun vriendelijkheid, maar ik ben en blijf een grijze jager. Even aarzelde hij. Ik hoop dat ik u niet beledig, heer. Het gezicht van de baron spleet open in een enorme grijns. Hij greep Wils handen in zijn dikke knuisten en kneep ze fijn. Ik beledigd, integendeel Wil. Je loyaliteit aan de grijze jagers en je meester strekt jou tot eer. En eigenlijk ons allemaal hier, zoals we je kennen. Hij kneep Wils handen bijna tot moes. Toen liet hij hem los. Wil maakte een kleine buiging en draaide zich om. Hij begon het lange middenpad af te lopen, nu in omgekeerde richting. Weer begon iedereen te juichen en te klappen en met laarzen te stampen. Dit keer hield Wil zijn hoofd trots rechtop, terwijl het applaus de dikke pilaren deed schudden op hun grondvesten. Vlak bij de grote deuren gekomen, zag hij iets wat hem deed stilstaan. Daar, weg van de massa, bijna onzichtbaar in zijn grijsgroene mantel, zijn hoofd diep weggestopt onder de grote kap, stond Halt. En hij glimlachte.